Je hebt net een bijeenkomst gehad met specialisten ouderengeneeskunde en allerlei andere behandelaren. Ja, klopt. En daar vertelde je een mooi voorbeeld van wat je zelf bent gaan doen in de organisatie. Ja, klopt. En het had iets ook te maken met dat je ook een dwarsligger bent geworden. Op een hele positieve manier volgens mij, of niet? Nou, ik denk dat ik van nature altijd een dwarsligger geweest ben, maar dat niet durfde te zijn op een bepaald moment. En na een bijeenkomst van de eerste bijeenkomst van de radicale vernieuwing, dacht ik, oh, dit is leuk. Dus toen dacht ik, oh, dan wil ik wel een dwarsligger zijn. En dat riep gelijk ook op dat een tijdje terug iemand tegen mij zei van zonder een dwarsligger kan de trein niet rijden. Dus die dwarsliggers die zijn echt nodig om ergens heen te gaan. Mm-hmm. En nu denk ik, oh leuk, dan ga ik dat zo doen. Oké, en ja. Jij vertelde ook een voorbeeld van wat je bent gaan doen. Vertel eens. Ja. Ik merk bij mezelf dat ik voorheen altijd keurig via de regeltjes probeerde te werken en heel veel stress kreeg als ik dat anders zou gaan doen. En dan aan het eind van de dag dacht van, nou ja, dat relatie, waar is dat? En ik ben in de ouderenzorg gaan werken omdat ik net graag een relatie met ouderen heb. Mm-hmm. En na die bijeenkomst ben ik het, ja, er is een knopje omgegaan of zo. Ben ik het anders gaan doen. Mm-hmm. En waar ik voorheen bang was om 's ochtends aan te komen en de zorg met vragen van, oh, kan je dit of dat? Want daar kreeg ik heel veel stress van. Dacht ik, ja, dat realiseer ik niet aan het eind van de dag. En nu... Als je relatie dus voorop zou stellen, zeg je eigenlijk, of niet? Nee, toen als ik de... Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat was was ingewikkeld. Dat ging niet. Ja, nee, het werkte niet. Geen conflict in mijn hoofd. Ja. Want dan kon ik niet aan de regeltjes voldoen. Nee. En die zijn er niet voor niks. Ja, dacht ik toen. Oh. Ja, dacht ik toen dat ik die moest volgen. En nu? Ja, nu volg ik ze eigenlijk nog steeds, maar op een heel andere manier. Want nu heb ik de relaties naar voren gehaald in mijn agenda. En de regeltjes voeg ik eraan toe. Dus ik begin mijn ochtend met de relatie en eigenlijk... Ik denk de helft of driekwart van de dag gaat over relatie. En aan het eind van de dag doe ik dan nog een beetje het regelwerk, de regeltjes. Mm-hmm. En dat is heel bijzonder hoe dat loopt. Want ik ga nu gewoon, waar ik bang was om de zorg te zien, ga ik nu zelf naar ze toe. En ik ga elke afdeling af en dan vraag ik, zijn er nog vragen? En die noteer ik dan en dan ga ik gewoon aan het werk met de cliënten, met de zorg. En dan... gebeurt er van alles. Ik zit heel kort op de bal. Een probleem wordt nooit heel groot, want ik hoor het meteen van de zorg. Mm-hmm. Dus het kan niet een ontzettend groot probleem worden. Ja. En aan het eind van de dag ga ik kort even achter mijn computer zitten om te rapporteren wat ik gedaan heb. Want ja, dat zijn de regeltjes. Of om een rolstoel aan te vragen. Of, het is helemaal omgegooid. En ik heb veel minder werkdruk daardoor, omdat ik eigenlijk het werk heel goed kan bijhouden. Onderhouden soort van, doordat dat het via de relatie gaat. En kun je daar nog iets over zeggen van wat dat, want het is heel mooi vind ik wat je vertelt. Mm-hmm. Wat is dan, wat er dan veranderd is, waardoor dat minder werkdruk is? Nou, een van de grootste dingen die daar invloed op heeft, is omdat ik voorheen vanuit de regeltjes werkte. En bij ons in de organisatie, een van die regeltjes is, als ergotherapeut word je ingeschakeld door de de specialist ouderengeneeskunde. En die moet een consult en dan kom je in consult en dan ga je de behandeling met een cliënt aan. Als je die regel hanteert en je bent één keer op een locatie en je hoort een probleem en je zegt tegen ze, ja nee, je moet even een consult via de specialist en dan volgende week of de week daarna als ik dat consult heb, dan ga ik ermee aan de slag. Dan dat probleem wordt gesignaleerd, maar pas 2 weken daarna wordt er actie ondernomen op het probleem. Dus het probleem is eigenlijk groter geworden. Daar waar ik nu het probleem hoor en meteen de actie uitzet en eigenlijk gewoon dat lijntje met de arts en met de zorg wel heb, dat die toestemming er is of komt of dat die gelijk de dag zelf geregeld wordt of de week daarna. Het gaat er eigenlijk gewoon om, de arts is verantwoordelijk en die moet weten wat de behandelaar doet, maar je hebt gewoon je eigen professionaliteit en je weet wel wanneer wat wel en niet kan, waardoor je dus, je hoort een probleem, je acteert en het probleem kan niet groter worden. Wow. Dus op die manier heb je in tijdsefficiëntie veel meer behaald. Ja. En je wordt dus niet overspoeld met allerlei vragen als je begint? Nee, hek genoeg niet. Oké. Nee, hek genoeg niet. De vragen zijn zelfs concreter en doordachter van zorg dan voorheen.
En is dat dan, ik denk dat het te maken heeft met vertrouwen. Omdat ze nu een vraag bij me neerleggen en dat ze weten dat het opgepakt wordt. En het systeem van voorheen heeft ook een beetje de sfeer gecreëerd van, ja, ze heeft weer geen tijd. Of het kan pas over 2 weken. Of er moet eerst zus en het moet weer zo. En onbewust als gewoon als mens, buiten je functie, is dat een heel vervelend ding. Ik ken dat zelf ook. Als je naar het gemeentehuis gaat, moet je 10 papiertjes en dan mag er eens wat. Ja. Dus door dat terug te brengen naar de relatie en dat vertrouwen, ik zeg er is een probleem en zij pakt het probleem op en er gebeurt wat, heeft een soort van positieve ervaring om denk ik, die werkrelatie beter te onderhouden. Ja, ik weet het daaraan. Geen idee of het waarheid is, maar het doet er niet toe, want het werkt. Ja, precies. Ja. Geweldig. Dankjewel voor je prachtige voorbeeld. Veel succes verder ermee. Ja, dankjewel.